ben Lieneke Nijkamp. Ik ben conservator documentatie en archieven hier in het Rubinianum. En het Rubinianum is een onderzoeksinstituut voor de Vlaamse kunst van de 16e en 17e eeuw. We zijn voornamelijk een bibliotheek en documentatiecentrum. En wij zijn hier voor de onderzoeker, maar ook voor de geïnteresseerde leek. Op beoordelingsdag mogen mensen langskomen met hun kunstwerkje die ze thuis nog op zolder hebben liggen of boven de schouw hebben hangen. Wij beseffen natuurlijk wel dat mensen zelf niet kunnen inschatten of iets nu uit de 16e eeuw komt of de 19e eeuw. Dat is ook helemaal niet erg. Daar kunnen mensen gewoon mee langskomen en wij zullen ze dan juist kunnen vertellen uit welke periode het stamt. Wat wel niet de bedoeling is, is dat mensen langskomen met iets wat duidelijk er modern uitziet. Iets heel abstracts of iets wat niet realistisch geschilderd of getekend is. Nu, wij doen geen waardeschattingen, dus het is niet zoals bij populaire televisieprogramma's dat wij dan daar een geldbedrag op plakken. Dat doen wij niet. Wat wij wel doen is mensen meer informatie geven over schilderijtje of de tekening waarvan ze altijd al hebben willen weten wat er nu op afgebeeld is of wanneer het gemaakt is of door wie het eventueel gemaakt zou zijn. De beoordelingsdag is een unieke dag omdat op dat moment zoveel experten tegelijkertijd aanwezig zijn om u te helpen. Maar in principe bent u doorheen heel het jaar welkom in onze leeshal om zelf onderzoekingen te verrichten en onze leeshalmedewerkers staan hier altijd ter uw beschikking. Hebt u nog een schilderij, tekening of beeldhouwwerk van uw voorouders op zolder of thuis en bent u benieuwd naar het kunsthistorische verhaal erachter? Kom dan op 7 december met uw kunstwerk naar de beoordelingsdag in het Rubinianum. Meer info vindt u op antwerpen.be.